ik stopte met schaatsen, was voor mij eigenlijk wel een verademing. Ik heb er wel lang over na zitten denken, maar het voelde echt als bevrijding. Gewoon niet meer moeten, zou ik haast zeggen, in plaats van dat het hoeven had moeten zijn. Maar ik was er gewoon helemaal klaar mee. En ik heb er tot op de dag van vandaag totaal geen spijt van gehad. Na het stoppen werd ik vrij snel gecontact door de KNSB in de persoon van Diemer Wolting. En na de hand ook nog vanuit NOC-NSF. Ik geloof dat Martin ten Kate was. En die vroeg, heb je hulp nodig? Toen zei ik heel eigenwijs van, nou, ik red het in mijn uppie wel. Ik heb genoeg andere dingen waar ik me nu op kan storten. En achteraf denk ik van, het was wel goed geweest om gewoon het gesprek aan te gaan. Om eigenlijk erop gewezen te worden waar je tegenaan loopt. En ik heb het niet gedaan. Ik heb het eigenlijk zelf allemaal moeten uitvinden. Maar ik denk dat het had me wel wat kunnen helpen. Het is dus nooit verkeerd om gewoon met mensen erover te praten. Een van de mooiste vragen is dat mensen van, ben je nog aan het aftrainen? En ik zeg nu al ruim 5 jaar, ik ben weer aan het opbouwen. Het aftrainen, ja, ik vind sporten gewoon heel erg leuk. En echt over het aftrainen, er is heel weinig over bekend. Maar dat je gewoon wat voor je lichaam moet doen, dat voel je zelf ook wel. Wat wel van belang is, zeker voor je gewicht om dat in de gaten te houden. Om gewoon wel even goed naar je voedingspatroon te kijken. In verhouding met je energieverbruik. Dat is redelijk uit balans als je stopt met sporten. Dus daar moet je wel even serieus naar kijken. En zo professioneel als je was in de sport, is het dan ook altijd wel handig om je wellicht daarin te laten adviseren van hoe je daarmee om moet gaan. Want anders loop je op een gegeven moment kogeltje rond door den landen. Dat lijkt me niet de bedoeling. Wat ik het meeste mis nu ik ben gestopt met sporten, ik vind dat heel lastig. Ik merk dat ik het sporten zelf gewoon heel erg leuk vind. Ik mis niet het vele trainen. Ik mis eigenlijk niet zo heel veel. Ik merk dat ik het gewoon leuk vind om competitief bezig te zijn. En wat ik eigenlijk misschien wel de meeste lol uithaal, dat is meer vanuit de positieve kant. Ik vind het leuk om af te zien. Omdat ik weet dat er ook momenten komen dat je niet afziet en dat je gewoon met een groepje fietsers of met een groepje schaatsers gewoon lekker door kan rammen. Dat vind ik leuk. En aan zich aan het echt topsport ondernemen, als topsporter bezig zijn, mis ik niet zoveel. Het enige wat ik me daarin kan bedenken, het feit dat je een training, dat je een ochtend hebt waar je de hele training kan doen, dat je gewoon echt de tijd hebt voor een kwalitatief goede training, dat mis ik nog wel eens. Maar dat heeft gewoon puur met inplannen te maken. Als ik nu ga sporten, neem ik er 1,5 uur voor of 2 uur. En voorheen had je daar 3 uur de tijd voor om er naartoe te gaan, om je warm-up te doen, om je onderkleding. Ja, dat is een kwestie van plannen. En als je dat een beetje goed plant, kan je soms ook gewoon een middag vrij maken om te sporten. Dus dan is dat probleem ook getackeld. Nou, mijn huidige werkzaamheden hebben eigenlijk niets meer met topsport te maken en toch ook weer volledig wel. Omdat eigenlijk ik de mensen bewust probeer te maken van hoe ik heb geleefd als topsporter. Dat het, als zij daar een aantal zaken uit meenemen, dat het, het ondernemen of het werken ook een soort van topsport is. Alleen dan moet je wel kijken naar de zaken rond bijvoorbeeld de fysiologie. Van wat doet voeding voor je? Wat doet slaap voor je? Wat is het belang van anti-stress? Hoe ga je met aandacht richten om? Allemaal zaken die ik in de sport natuurlijk wel heb geleerd hoe ik dat goed kan doen. En ik zal heel eerlijk zijn, ook momenten heb gehad dat ik het niet goed deed. Dat ik wist dat ik zelf niet meer in balans was. En ik probeer mensen daarvoor te behoeden. En ik vind dat heel erg leuk om te doen. Mijn tips voor sporters die stoppen, het is niet in een boekje te vatten. Het enige wat ik zou willen adviseren is, geef jezelf de tijd, een half jaar of een jaar, om je nieuwe weg te gaan zoeken. En heb ook het lef om een keer even iets af te zeggen. Je kan overal vol inspringen, maar dan zal je merken dat je al heel snel redelijk overloopt in je agenda, zou ik haast zeggen. Waardoor je eigenlijk de belangrijke zaken in jouw leven als niet meer sporter eigenlijk over het hoofd gaat zien. Dat al die dingen die je misschien nog heel graag wilde doen toen je aan het sporten was. Van als ik stop met sporten ga ik dit en dat en zo doen. Dat je daar niet aan toe komt. En dat is eigenlijk heel erg zonde. Het is een transitie van sporter naar mens. En daar moet je ook even de tijd voor nemen. Omdat ik er nog van overtuigd ben dat je uiteindelijk sneller je keuzes kan maken. En dat je uiteindelijk ook betere keuzes maakt. Dus dat je uiteindelijk gewoon een blijer mens bent. En volgens mij is het daar toch wel om te doen.